Je zou kunnen zeggen dat Paul het goed voor elkaar heeft. Hij heeft een baan in het familiebedrijf wat ambachtelijk houten speelgoed maakt. Nou, dat lijkt mij persoonlijk een hele leuke baan. Hij gaat elke avond hardlopen. Zijn moeder komt regelmatig bij hem langs. En elk jaar is er een bijeenkomst waar de hele familie aanwezig is. Paul is de hoofdpersoon in dit boek, een one-shot. Van Cyril Pedroza getiteld Eenzame Harten. Dit boek maakte Pedroza al in 2006. Het heeft dus 10 jaar geduurd voordat het in het Nederlands vertaald is. Maar nu kunnen wij er ook van genieten. Een heel bijzonder verhaal. Want als je het verhaal gaat lezen, de geschiedenis over Paul, dan kom je erachter dat hij eigenlijk verre van gelukkig is. Die baan die hij heeft, ja, dat geeft hem eigenlijk niet de vreugde die hij zou willen. En zijn moeder die regelmatig langskomt, dat komt alleen maar omdat zij een sleutel heeft. En omdat zij, wanneer zij wil, binnenvalt en zich met alle aspecten van zijn leven bemoeit. En dat hardlopen, dan denk je van nou, dat is toch fijn. Dan ben je even op jezelf, kun je even al je zorgen opzij zetten. Maar ja, hij heeft totaal geen conditie. Hij houdt het vaak maar een klein stukje vol. De enige reden waarom hij eigenlijk gaat hardlopen, is omdat hij elke keer in het rondje een mooie vrouw tegenkomt, waar hij toch stiekem wel een oogje op heeft en zo nu en dan ook wel eventjes over fantaseert. Ja, en dat familiefeestje, dat is eigenlijk meer een soort verplichte herdenkingsbijeenkomst van het overlijden van zijn vader, waarbij een speech gehouden moet worden, waarbij een potje voetbal gespeeld moet worden. Alles helemaal tot in de puntjes geregeld door zijn moeder. En op een bepaald moment dan breekt er iets bij Paul. Dan wordt het hem te veel en dan neemt hij een hele drastische beslissing. De rest van het verhaal, dat laat ik even in het ongewisse. Dat vind je in dit boek, dus ga hem halen bij de stripwinkel. Maar het is een zeer bijzonder verhaal. Het is een tragisch verhaal over een jongen die, ja, eigenlijk in een leven zit wat hem aan alle kanten beklemt en die besluit zijn dromen na te gaan jagen. En ondanks dat hij erachter komt dat het najagen van zijn dromen ook niet datgene brengt wat hij ervan gedacht had, besluit hij toch wel die weg voor te zetten. Het is een ontzettend mooi verhaal geschreven door Cyril Pedroza. En hij heeft het ook getekend. Hij heeft een hele bijzondere tekenstijl. Ik moest er wel even aan wennen, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Er zitten hele mooie platen in. En ik vind vooral ook de inkleuring erg belangrijk bij dit verhaal. Omdat de inkleuring zich aanpast aan de stemming van Paul, aan de sfeer, aan de gevoelens die erbij zitten. Dus de inkleuring doet gewoon heel erg veel. Ja, en ik ga niet te veel laten zien, maar één plaat die vind ik echt zo ontzettend mooi. Ja, in alle opzichten vind ik dit fantastisch. Hij is prachtig getekend en ook weer, je ziet het goed hè, die kleuren. Nou, je hebt natuurlijk al wat platen gezien. Het ziet er prachtig uit. Cyril Pedroza heeft onder andere voor Disney gewerkt aan films als The Hunchback van de Notre Dame en Hercules. Nou, dan denk ik van oké, qua stijl, ja, zie ik wel wat overeenkomsten. Maar hij heeft echt een hele eigen tekenstijl. Nou, het is een prachtig hardcover boek. Het is een heel erg mooi verhaal. Ik heb er echt van genoten. Het is een one-shot. Op zich vind ik dat wel jammer, want ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe gaat het nou met Paul verder. Hè? Gaat hij uiteindelijk nog een keer het geluk vinden of blijft hij een eenzaam hart? Dat eenzame hart, dat speelt natuurlijk in dit verhaal een hele bijzondere rol. Maar nogmaals, daarvoor moet je dit boek gewoon gaan lezen. Ik hoop dat je nieuwsgierig gemaakt hebt. Je vindt hem bij de stripwinkel, dus als je denkt van nou, dit boek lijkt mij heel erg mooi, ik kan hem zeker aanraden, want ik heb er echt van genoten. Ga hem dan bij de stripwinkel halen en ga hem lezen. Ik wens je in ieder geval veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.